Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt een super leuke collectie testen. En dat is de nieuwe collectie van Makeup Revolution in samenwerking met Bratz. Oh my god. Toen ik zag dat ze met deze collectie uitkwamen, echt, ik kon niet wachten. Ik moest nog 2 weken wachten of zo, want ze hebben het echt like 2 weken van tevoren aangekondigd. I love Bratz. Ik ben echt opgegroeid met Bratz. Ik heb alle Bratz films gezien. Ik weet nog vroeger dat ze ook kwamen met een echte mensenversie van een Bratz film. Nou, ik was echt helemaal in mijn nopjes. Ik vond hem echt geweldig. Ik vind Bratz gewoon heel erg leuk. A passion for fashion. Be the girls with a passion for fashion. Omdat ze altijd zo mooi zijn. Ze zijn altijd zo mooi aangekleed. Make-up, haartjes. Echt gewoon helemaal mij. Als ik een pop was geweest, was ik echt een Bratz pop geweest. En ik hou gewoon van de hoeveelheid make-up die hun opdoen. En alle leuke kleding. Ik hou gewoon van alles omtrent beauty. Dus dit sprak me echt gelijk aan. Ik wist nog niet eens hoe de collectie eruit zou zien. Maar ik hoorde Bratz en ik dacht, deze collectie ga ik gewoon hoe dan ook kopen. En dat heb ik gedaan. Ik heb hem hier in het bakje. Ik heb niet alles gekocht van de collectie. Maar gewoon de meest belangrijke producten heb ik gekocht. En ik ga mezelf vandaag veranderen in een Bratz pop. En daarvoor ga ik natuurlijk deze Revolution X Bratz collectie gebruiken. Dus ben je net zo enthousiast als mij? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh jongens, ik kan echt niet wachten om te beginnen aan deze look. Omdat het dus een Bratz collectie is, wil ik me ook een beetje transformeren in een soort van Bratz pop. Dus dat wordt de make-up een beetje vandaag. Ik heb me al helemaal opgemaakt met gezichtsmake-up. Want daarvan is er niks in de collectie. We hebben een oogschaduw paletje, we hebben een mascara, we hebben een lipgloss, we hebben eyeliner, een lipstick en wat oogpotloodjes en that's it. De hele collectie is gewoon te koop hier bij Boosie Shop. Ik zelf heb de collectie besteld gewoon op de Makeup Revolution website. Is gewoon vanuit Engeland. Je betaalt geen douane, want dat zit allemaal al in de prijs. En ik heb het daar besteld omdat ik daar een 20% kortingscode kon gebruiken die ik niet kon gebruiken op Boosie Shop vandaar. En ja, als ik minder kan betalen, dan ga ik zeer zeker minder betalen. Ik heb wel eventjes moeten wachten op de collectie een weekje heb ik gewacht. Ik zal eventjes beginnen met te vertellen wat ik niet heb gekocht. Er zijn in deze collectie een heleboel oogschaduwpaletjes. 1 algemeen groot paletje en er zijn 4 losse kleine paletjes en elk paletje is zeg maar 1 Bratz meisje. Ik zelf heb gewoon het grote paletje gekocht. Dus de kleine paletjes heb ik niet gekocht. Er was ook een lip care set, die heb ik ook niet gekocht. Het is gewoon een lipbalmpje en zo, daar had ik niet echt behoefte aan. De kwasten set heb ik ook niet gekocht, want ja, ik heb nou echt al onderhand zoveel kwasten en de kwasten zagen er een beetje niet zo goed uit. Het leek een beetje echt op kindermake-up kwasten, dus die set heb ik niet besteld. Er was ook een hele leuke Bratz make-up bag, ook die heb ik niet besteld, want ik hoef ook geen make-up bag. En dat was het volgens mij. Ja, de rest heb ik gewoon gekocht. Oké jongens, let's do this. I can't wait. We gaan beginnen met de ogen, met dit oogschaduwpaletje. Dit is het Makeup Revolution X Bratz Limitless Palette. Kijk even deze verpakking met al deze meiden erop. Ik vind het echt een fantastische verpakking. Hier achterop staan de kleurtjes. Het is echt een best wel groot paletje. Ik vind de prijs ook goed. Gewoon echt een standaard Makeup Revolution prijs. Niet al te duur. En ik vind dit er echt een top uitzien. Oh my god. Kijk hoe mooi ze allemaal zijn. Oeh. Nou, 3 keer raden wie van de 4 mijn fave is. En dat is natuurlijk Jasmine. Omdat zij gewoon het meest op mij lijkt qua uiterlijk. Laat het openmaken. Ik heb hem nog helemaal niet opengemaakt, jongens. Ik dacht, ik doe gewoon echt alles samen met jullie hier voor de eerste keer. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Gewoon exact hetzelfde als de buitenste verpakking. En het is een beetje een soort van blikje, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh mijn god, jongens, dit paletje is echt wowie. Het is echt zo groot. Ook een grote spiegel, dat is ook heel erg fijn. Oh mijn god, ik ben gewoon net met mijn nagel hier in deze blauwe kleur gegaan. Goed zo, Sarah. Het zijn wel een beetje random kleuren. Dat moet ik wel zeggen. Als ik zo naar het paletje kijk, zie ik niet bepaald gelijk een ooglook die ik kan maken. Maar we gaan er iets van maken. Het zijn glanzende en matte kleuren, maar er zijn volgens mij echt ruim meer glanzende kleuren dan matte kleuren. Ik zie niet heel veel matte kleuren. En dan hier zo in het midden heb je 3 grote. Ik weet niet waarom ze die zo groot hebben gemaakt. Misschien om die te gebruiken als highlighter of zo. Dat is ook wel leuk. Maar het is best wel een kleurrijk fel paletje. Dat valt me echt gelijk op. En ik vind het er echt fantastisch uitzien. Echt heel erg leuk. Het paletje maakt me wel heel enthousiast. Ondanks de randomness qua kleurtjes. Oh ja, jongens. Ik zie nou inderdaad online staan dat deze 3 middelste
echt zijn bedoeld als highlighter. Ik wist dat niet. Als ik dat had geweten, had ik geen highlighter opgedaan. En dan had ik deze gebruikt. Wat een gezeik. Maar ja, whatever. Wel leuk dat ze dat zo hebben gedaan. Het is ook cruelty free en vegan. Ook handig om te weten. Oké, nou laten we gewoon snel gaan beginnen met de ooglook. Dus we gaan weer into one. Oké, ik ga beginnen met deze donkere bruine matte kleur. Die heet Midnight Den. En ik ga vandaag een volledige cut crease maken. Dus deze ga ik zo hier indrukken in mijn arcadeboog. Oh, die is niet eens echt heel bruin. Hij is een beetje paars. Zie je dat? Ik had echt bruin verwacht. Wauw. Dan ga ik die kleur uitblenden met deze matte oranje kleur. Die heet Oh You Boys. En met die kleur ga ik een beetje zo over de randen en dan een beetje uitblenden. Ik heb echt geen idee wat voor look ik nou aan het maken ben. Ik ben echt maar gewoon iets aan het doen en gewoon een beetje met de kleuren aan het spelen. En we zien wel hoe het gaat worden. Dan ga ik met mijn Revolution Ultimate Eye Base de cut crease helemaal zo creëren. Dit is in de kleur, volgens mij gewoon light. Ja, in de kleur light. Oké, jongens, dit oog gaat weer echt helemaal perfect. En dit oog, ik weet niet wat er hier aan de hand is. Maar whatever, laten we dat gewoon negeren. Dan wil ik over de hele cut crease wat verschillende glanzende kleurtjes gaan aanbrengen. Ik wil beginnen met deze glanzende paarse kleur, die heet Fashion. En die wil ik zo aanbrengen hier in de binnenste hoek. Hij pakt niet echt heel goed op met een kwast. Ik pak hem even met mijn vinger. Ja, dat gaat een stuk beter. Maar met mijn vinger aanbrengen is niet zo fijn als ik binnen in een cut crease moet blijven. Die kleur is prachtig. Wat een mooie, glanzende, lichtpaarse kleur. Het is een beetje lila ook of zo. Echt heel erg mooi dit. Daarnaast wil ik deze beetje rozige, glanzende kleur aanbrengen. Die heet Funkelish. Volgens mij is dit ook een beetje een andere formule, but I'm not sure. Ja, dit is een beetje een andere formule en die pakt wel goed op met een kwast. En dan als laatste wil ik deze felroze, glanzende kleur aanbrengen. Die heet T-Fills. Jongens, kijk even hoe mooi dit is. Oh, I love it. Ook zo mooi hoe die glanzende kleuren allemaal zo in elkaar overgaan. Echt zo'n heel mooi ombre effect. Fantastisch. Ik vind het echt heel mooi. Oké, dan heb ik hier nog iets nieuws. En dat is dit oogpotloodje set. Dit is de Makeup Revolution X Brad's Eye Pencil Set. Dit is dus een oogpotloodje set met 4 verschillende kleurtjes. En elk oogpotloodje is geïnspireerd op één van de Brad's karakters. Super, super leuk. 4 mooie kleurtjes. Deze gaan we vandaag ook gebruiken. Ik ga ze wel echt zwaar forceren bij de look. Want eigenlijk passen ze er niet echt bij, maar whatever. Ik wou maar dat er eentje wit was geweest. Dit zijn dan de 4 kleuren. Je hebt paars, oranje, blauw en rozig. Heel erg mooi. Ik heb ze even alle 4 op mijn hand geswatcht. Ze zijn een beetje pastelkleurtjes, maar ze zijn echt super goed gepigmenteerd. Ze voelen ook echt heel creamy aan. Ze zien er echt een stuk beter uit dan dat ik had verwacht. Kijk ook even hoe fel die blauwe is. Wauw. Ik ga het roze Jade oogpot loodje gebruiken. En ik ga hiermee een lijn maken zo over de hele cut crease. Laat me ook eventjes weten beneden in de reacties wie jullie favoriete Brad's persoon is. Mijne is dus Jasmine. De collectie heeft ook een eyeliner. Dit is de Makeup Revolution X Brad's Eyeliner Pen. Ik hou altijd heel veel van eyeliner pennen, dus ik ben hier heel enthousiast over. De verpakking is echt heel erg mooi, zo fel roze chroomachtig. I love it. En het heeft gewoon zo'n dunne punt. Het is gewoon echt een cliché eyeliner pen. En hiermee ga ik even een winged eyeliner aanbrengen. Nou jongens, ik vind de eyeliner helemaal niks. Hij is super waterig en er komt gewoon bijna geen pigment van af. En ik heb hem echt al 100 keer zo geschud. Oké, ik heb hem even geswatcht naast mijn fave eyeliner. Deze hier is mijn fave aan deze kant en deze is van Brad. Kijk even hoe die helemaal aan het bloeden is en hoe die helemaal niet zo mooi zwart is als deze. Ik vind hem echt veel te waterig en het is echt niet mooi. Nou ja, ik vind de eyeliner dus echt helaas echt niet fijn. Dat vind ik wel echt heel jammer, maar ik ga hem wel weer gewoon gebruiken voor het andere oog. Oké, wat ik nu wil gaan doen is echt een beetje een poppetjes ooglook creëren. En dat ga ik doen door witte eyeliner aan te brengen op mijn onderste waterlijn en een beetje op de onderste wimperrand om mijn ogen zo open te maken en om er echt uit te gaan zien als een Brad pop. Daarvoor gebruik ik dit witte oogpotloodje van NYX Cosmetics. En dan pak ik weer deze eyeliner pen en daarmee ga ik een zwarte lijn maken onder de witte oogpotlood.
Dan pak ik weer deze donkere paarsbruine kleur. En die kleur ga ik dan een beetje hier zo beneden aanbrengen onder de zwarte eyeliner. Dan pak ik deze lichte highlighter kleur, die heet Accessorize. En die kleur breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. En dan met wat er nog een beetje op de kwast zit, ga ik het ook aanbrengen een beetje zo onder mijn wenkbrauw. Oh my god, het ziet er zo raar uit. Oké, dan ga ik weer in met deze eyeliner pen. Ik had maar gewild dat hij wat beter was, want hij speelt best wel een hoofdrol in deze look. En dan ga ik hiermee hier zo een soort van schoonheidsmoedervlekje aanbrengen. En dan ga ik ook wat neppe wimpertjes aanbrengen op de onderste wimperrand. Dus ik ga hier zo gewoon zo wat neppe wimpertjes zo tekenen. En dan is het tijd voor mascara. Ik heb hier de Makeup Revolution X Bratz Mascara. Er staat dat deze mascara extreme volume geeft, dus ik ben heel erg benieuwd. De verpakking lijkt weer op de eyeliner pen, zo chroom fel roze. Hij is wel zo lekker dik, het is echt zo'n dikke verpakking. Heel deze collectie heeft een beetje grote verpakkingen. En dit is dan het borsteltje. Het is echt een hele dikke borstel. Nou, laten we hem gewoon gaan proberen. Ik hoop dat deze beter gaat zijn dan de eyeliner pen. Nou jongens, de mascara is ongeveer even slecht als de eyeliner pen. Hij doet gewoon echt helemaal niks. Het geeft totaal geen volume of zo. Ik moest super veel laagjes aanbrengen en je ziet alsnog bijna niks. Dus deze mascara vind ik helaas ook niet fijn. Ik heb hem daarom ook niet gebruikt voor de onderste wimpers. Ik ga een andere mascara gebruiken voor de onderste wimpers. Voor de onderste wimpers ga ik twee mascara's gebruiken. Ik ga ze eerst primen met deze mascara primer van L'Oreal. En deze gebruik ik eerst omdat ik de wimpers echt wil laten opvallen. En dan ga ik in met deze groene Essence Lash Prince. Dus mascara van Essence. Als nep wimpers ga ik deze random wimpers van Shein gebruiken. Deze zijn super heftig en een beetje doll-like, een beetje poppetjesachtig. Dus deze lijken mij ideaal voor deze ooglook. Nou, ik heb het zojuist nog heftiger gemaakt door allemaal deze steentjes toe te voegen. Oh my god, dit is allemaal echt too much. But I love it. Dit is echt een heftige look. I'm totally here for it. Ik zie er echt uit als een poppetje. Letterlijk. Oké, ondanks dat ik al een highlighter op heb gedaan, wil ik toch ook deze gebruiken in het paletje. En ik wil deze middelste kleur gebruiken. Die heet Halo. Misschien dat ik het er een beetje zo af kan halen met mijn vinger. Dat er wat minder zit. Oh, dit werkt op zich wel goed. Kijk, het gaat helemaal weg. Oeh, lekker heftig. Halo is heftig. Oh, I love it. Heel mooi. Ik vind het echt een hele mooie heftige highlighter. Gelukkig is hij ook heftig. Dat staat goed met de heftige vibes van de collectie. Dit paletje heeft het echt heel goed gedaan. Ik heb zowel matte als glanzende kleuren gebruikt en echt een heleboel. En het ging echt top. Dan ga ik nou verder met de laatste twee producten. En die zijn beide voor de lippen. Ik ga beginnen met de gloss. Dit is de Makeup Revolution X Bratz Maxi Plump Lip Gloss. Dit is dus een plumping lip gloss. Die heb je ook weer in een heleboel kleuren. En ik heb de kleur Chloe. Dus elke kleur heeft weer te maken met een Bratz karakter. Ik heb de kleur niet gekozen op het Bratz karakter, maar gewoon op de kleur die ik het mooist vond. En dat was dus deze. Het is een beetje een mooie nude kleur. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. De verpakking is echt super groot. Dit is echt de grootste lipgloss ever. Ook weer zo groot, dik en bulky. Ik vind het wel echt iets hebben, maar het is wel echt heel erg groot. Vooral voor mij. Ik neem mijn glossjes altijd mee in mijn kleine tasjes. En deze gaat echt letterlijk mijn hele tas opvullen, maar whatever. Laten we hem gewoon even gaan aanbrengen. Ook echt een hele grote applicator. Kijk deze applicator. Super groot allemaal. Oeh, het ruikt ook echt heerlijk. Een beetje naar mint of zo. Oeh, ik voel hem ook een beetje branden. Heel lichtjes maar dat is dus dat clumping effect. Ik vind hem heel mooi. Ik vind de kleur ook heel mooi. Hij is een beetje licht voor mijn huiskleur, maar met een goed lippotloodje erbij gaat hij echt wel gewoon matchen. Het ziet er gewoon goed uit. Hij voelt een beetje dikker aan, maar dat is gewoon helemaal prima. Dus dit is dan de lipgloss. I like it. Dan ga ik verder met het andere lipproduct. Dit is de Makeup Revolution X Bratz Lip Crayon. Dit is dus een soort van groot lippotloodje en ik heb de kleur Jade. Die leek mij het mooiste. Dit is een beetje een donkere nude kleur, zeg maar. Een beetje bruinig, maar ik vond hem er heel mooi uitzien. Het is ook weer lekker groot en bulky. I love it. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Oeh, de kleur is heel mooi. Het is iets minder bruin dan dat ik dacht. Het is meer roze, maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon aanbrengen.
Nou, dit is dan de lip crayon. De kleur is echt fantastisch. Echt een hele mooie, beetje roze slash peachy kleur. Het is alleen niet echt de kleur die ik verwachtte. Kijk, de kleur lijkt iets donkerder op de verpakking. Het is dus iets meer rozig, maar nog wel gewoon heel erg mooi. Het is gewoon heel creamy. Het heeft een matte finish. Ik vind het echt heel erg mooi. Het staat ook echt heel mooi met de ooglook. Was helemaal niet gepland of zo. Is gewoon zo perfect uitgekomen. Heel fijn dit. Lekker creamy, joh. Ik denk dat ik er nog overheen ga met deze Plumping Gloss. Kijk hoe leuk dit. Het maakt mijn lippen oprecht volle. Mijn lippen lijken nou echt oprecht een beetje volle. I love it, jongens. Deze look is echt too much. But I'm totally here for it. En dan zijn we klaar, jongens. Dit was de hele Makeup Revolution X Brads collectie. Nou jongens, wat vinden we van deze Brads Like make-up look? Het is echt super heftig, but I love it. Het is gewoon echt helemaal gegaan als hoe ik het in mijn hoofd had. Ik vind het super mooi. Ik heb mezelf echt getransformeerd in een glam Brads pop. En ik vind het echt super leuk. Dit paletje was oprecht echt heel erg goed. Ik raad hem zeker aan voor slechts €22 voor heel dit paletje. Ook voor 3 highlighters, maar je kunt ze ook gewoon gebruiken als oogschaduw. Ik vind het echt een top paletje. Het werkte echt prima. Het enige wat ik vandaag niet aanraad is deze eyeliner pen en deze mascara. Deze twee werkten echt allebei niet goed. Voor de rest was alles prima. Deze lip producten zijn echt prima. De oogpotloodjes ook lekker creamy en veel meer gepigmenteerd dan dat ik van tevoren verwachtte. Dus al met al is het echt wel een goede collectie. Alleen ja, de mascara en de eyeliner raad ik echt beide absoluut niet aan. Laat me weten wat je vindt van de collectie. Vind je het een leuke collectie? Ik vind het echt een super super leuke brush collectie. Het is allemaal echt heel Brads-achtig. Ook dat ze alles zo groot en bulky hebben gemaakt is ook echt heel Brads-achtig. Dus ze hebben er echt allemaal heel goed over nagedacht. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk in samenwerkingscollecties. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van de collectie, van de make-up look, van heel deze video? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop echt weer dat jullie hebben genoten. En ja, dat was het dan weer voor vandaag. Laat me ook beneden in de reacties weten wat voor collecties je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!